Welkom bij de podcast Opruimen en Organiseren Kun je Leren en vandaag deel 2. Ik heb 3 podcast afleveringen achter elkaar dit keer. Zoals ik gisteren heb verteld, is er een hele drukke periode komt eraan. Voor de vakantie, druk op school voor de kinderen, druk met je werk, vakantiestress voor alles wat je nog moet inpakken. En dat wilde ik in 1 podcast doen, ga ik niet doen, dacht ik. Ik maak er 3 korte van. Gisteren hebben we het gehad over de drukke periode voor de kinderen op school en ook de drukke periode voor de ouders om alles geregeld te krijgen, om niks te vergeten en om het schooljaar mooi af te sluiten. En vandaag gaan we het hebben over het afronden en afsluiten van je werk om in die vakantiemodus te komen. Klinkt al heel lekker, al zeg ik het zelf. Hoe doe je dat nou? In de vakantiemodus komen. Ten eerste gewoon elke dag lekker alvast genieten. En alvast aan denken wat je allemaal gaat doen als je vakantie gaat vieren. Dat is sowieso al een hele goede tip. Dus ik ga nou ook al, wij gaan ook op vakantie. Dat is althans wel de bedoeling. En ik zeg, jullie weten natuurlijk onze thuissituatie. Maar het is wel de bedoeling dat we hier in de buurt op vakantie gaan. Ik heb iets geboekt, nou helemaal zin in. En wat ik dan nog doe om in de vakantiemodus al een beetje te komen, is om in ieder geval naar de camping te kijken. Wat is er allemaal te doen? En dan ga ik het ook met de kinderen doen. Die worden er ook helemaal blij van. Dus zo leven wij al een beetje toe naar de vakantie. Dus dat kun je naast je werk al doen, om in de vakantiemodus te komen. Wat doe je nou om je werk goed af te sluiten, over te dragen? Nou, je hebt waarschijnlijk taken die voor de vakantie af moeten. Nou, die ga je inplannen in je agenda. Dat heb je hopelijk al gedaan. Dan ga je inderdaad ook prioriteren van die taken. Hè? Van, nou, wat moet er dan eerst? Wat kan later? Rekening houden met deadlines en dergelijke. Het is niet de bedoeling dat je die taken die je af moet hebben voor de vakantie, dat je die af hebt. En dan blijven er nog taken wellicht over die je moet overdragen of die je meeneemt voor na je vakantie. Dat is net hoe jouw werk is ingericht. De een die werkt met een heel team en die moet het dan overdragen. En de ander die dan heeft vakantie, dan blijft het liggen. En 3-4 weken later ga je weer verder waar je gebleven bent. Wat als je nou bijvoorbeeld taken moet overdragen, wat je dan zou kunnen doen, is in ieder geval, dat deed ik altijd, maak even een document met alle belangrijke info waarvoor je denkt, oh hier zouden ze me voor kunnen bellen, maar ik wil eigenlijk niet gebeld worden op vakantie, maar hier zouden ze me voor kunnen bellen, dus schrijf even, zorg voor een goede overdracht. Hoe beter jouw overdracht is, hoe minder kans je hebt dat ze jou gaan bellen of contact op gaan nemen met je tijdens de vakantie. Want dat wil je gewoon niet. Ik bedoel, ook al is het maar iets kleins, je wordt gebeld en je wordt toch even uit die vakantiemodus gehaald. En dat wil je niet. Dus dat kun je doen als je het gaat overdragen aan collega's. Draag dat goed over, schrijf het duidelijk op, zodat die kans verminderd wordt. Plus het is ook fijn gevoel dat als jij terugkomt van vakantie, ook al zouden ze jou niet bellen, dat je dan terugkomt en zeggen van nou, hey, Pietje, Klaasje, je hebt echt niet goed geregeld, meneertje of mevrouwtje, want we hebben nog allerlei dingen moeten doen en die had jij niet goed overgedragen. Wil je ook niet, dus draag het goed over en doe dat op tijd, begin op tijd met een document of iets te maken. Nou, wat als je het niet moet overdragen, maar je moet na de vakantie gewoon weer verder waar je gebleven bent. Nou, wat ik altijd doe, want is ik maak altijd een takenlijst. Ik weet waar ik geëindigd ben. Wat is prioriteit en waar wil ik mee beginnen na de vakantie? Ik maak gewoon een hele takenlijst al van dit moet ik doen en hier moet ik mee beginnen. Dus als ik terugkom van vakantie, hoef ik niet na te denken van oh, wat moet ik allemaal nog doen? Waar moet ik ook mee beginnen? Of was het ook alweer? Want dat is, als het goed is, als jij een goede vakantie hebt gehad, weet je dat niet meer. Dan ben je zo ontspannen geweest, heb je je werk losgelaten en dan weet je dat niet meer. Dus jij wil inderdaad gewoon lekker als je terugkomt van vakantie, heb je er al niet zo'n zin in, maar wil je wel gewoon lekker meteen kunnen beginnen. En niks is zo fijn als je dan inderdaad een takenlijstje hebt waar dat op staat. Dan wil ik je ook adviseren om de eerste dag, als dat kan voor jouw werk, ligt natuurlijk aan wat voor werk je doet, maar als het kan, probeer die eerste dag te blokken voor overleggen en afspraken en dergelijke. Of in ieder geval dat je ook voldoende tijd blokt om je mails en dat soort dingen allemaal af te werken.
zodat je een beetje rustig kan opstarten. He, want als ze dan weten van, oh, die is er maandag weer. Nou, dan gaan we lekker alles volplannen. Nee, blok het gewoon al van dat je, he, maakt niet uit. Dat in ieder geval zorgt dat ze geen afspraken kunnen inplannen. Dat je als je aankomt op je werk, dat je gewoon eerst lekker je mails kan doen. Even je taken, weer even alles op een rijtje kan zetten. Even rustig kan inkomen. Plus, je moet het ook niet te vol plannen, want je komt terug van vakantie. Je ziet allemaal collega's. Hoi, wat is bij jou? Nou, daar moet je ook rekening mee houden. Die eerste paar dagen ben je met allerlei collega's aan het kletsen over vakantie. En dat is ook hartstikke belangrijk en hartstikke leuk. Hou er ook rekening mee. Ga het ook niet te vol plannen die eerste week met alles wat je moet doen. Want als het dan niet lukt, omdat je juist druk bent met van alles, of er komen onverwachte dingen tussendoor, dan denk je aan het einde van de dag of einde van de week, ja, het is allemaal niet gelukt wat ik wilde doen. Nou, lekker het begin van de week om zo naar de vakantie te beginnen. Dus dat is ook niet fijn. Dus plan het ook niet te vol. En wat je ook kan doen, als je met die taak begint, als je een takenlijstje hebt gemaakt, begin gewoon met een leuke taak. Weet je, probeer gewoon te beginnen van, nou, als je dan na de vakantie begint, begin dan met iets waar je echt energie van krijgt en dat je echt leuk vindt. Dan krijg je ook, kom je ook al sneller weer in die werkmodus. Nou, dan natuurlijk niet vergeten om je afwezigheidsassistent aan te zetten, je voicemail aan te zetten en moet jij nou toch bereikbaar zijn voor je werk? Hè? Het kan zijn dat je werk hebt wat je toch, waar je toch bereikbaar voor moet zijn. Als je een werktelefoon hebt, hè, spreek dan af dat je bijvoorbeeld bepaalde tijdstippen gebeld kan worden. Bijvoorbeeld, ik kan alleen 's ochtends tussen 10 en 11 kun je me bellen voor de noodgevallen. Dan kun je het de rest van de dag ook loslaten. Want anders dan kunnen ze, oh, dan bellen ze een keer om 3 uur of dan bellen ze een keer om 10 uur. Ben je er weer uit, ben je er weer mee aan de gang? Spreek dan met jezelf af van, nou, alleen in de ochtend dat gedeelte of 3 ochtenden in de week, dan kun je me bellen op mijn werktelefoon. En mocht het nou echt een spoed zijn, dan mogen ze jou op je privételefoon bellen. Maar dat is echt als het spoed is. Snap je? Dus probeer het ook voor jezelf. Want anders ben je daar nog de hele dag aan het werk. En dat wil je niet. Je wil je juist kunnen ontspannen en juist dat even los kunnen laten. Dus ja, doe dat om ontspannen die vakantie in te gaan en om in die vakantiemodus te komen. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt. Nou, morgen deel 3 over hoe je goed voorbereid je vakantie gaat starten. En ja, voor sommigen is het ook al bijna zover, want vrijdag beginnen de vakanties al in het, even kijken, ja, in het midden of het noorden, dat weet ik niet. Het zuiden begint een week daarna, maar dat weet ik even niet. Dus ja, er zijn sommigen van jullie die hier waarschijnlijk nu al aan het afronden zijn op het werk en die de spullen aan het pakken zijn voor de vakantie. Nou, luister dan vooral morgen nog even voor deel 3 en tot dan!